De stichting Gedeeld Cultureel Erfgoed Suriname-Nederland heeft in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam het vernieuwde en interactieve Bonnie Trail geopend, de plantage Frederiksdorp in het district Kommerwijnen. De Bonnie Trail vertelt het verhaal van de slavernij vanuit het leven en de strijd van de 18e eeuwse vrijheidsstrijder Bonnie tot aan zijn dood in 1793 langs een speciaal hiervoor uitgekapt wandelpad in het bos rond plantage Frederiksdorp. De Bonnie Trail is onderdeel van het project Het Geheugen van Noord-Kommerwijnen en werd op 4 mei 2022 geopend, zegt Cyrano Salman, directeur van plantage Frederiksdorp. Salman vertelt waarom de trail als uniek kan worden ervaren. Wat hem uniek maakt, is dat wij de slavernij benaderen. Niet vanuit slachtofferschap, maar vanuit strijd. Te veel mensen, ook mensen in Suriname, zijn zich er niet van bewust hoeveel strijd er is geleverd tegen slavernij. En als je bewust bent van je voorouders en de strijd die ze geleverd hebben, sterkt het jou ook om door te gaan. We hebben dus het gebied neergezet in een tijdlijn die uit 5 delen bestaat. Pre-Columbiaans, slavernij, contractarbeiders India, contractarbeiders Java, vandaag de dag kleine dorpjes en privéondernemerschap en landbouw en veeteelt, visserij en toerisme. De eerste mensen waren de inheemse. Toen de Europeanen hier kwamen, probeerden ze de inheemse aan het werk te zetten op plantages. Dat werkte niet om verschillende redenen. Inheemse denken van, hey, als ik het niet wil doen, ga ik het niet doen. En als sla je me dood, dan moet je me maar doodslaan. Salman geeft verder aan dat het belangrijke van de vernieuwde Bonnie Trail is dat Suriname toendertijd een businessmodel van Nederland was. De plantage Frederiksdorp is door middel van het onderzoek van de studenten van de hogescholen meer te weten gekomen over Bonnie en ook over zijn moeder. Rohandi Josefzoon, gids van de plantage Frederiksdorp, bracht de groep mee op de Bonnie Trail en vertelde hoe het om en bij eraan toe ging in die tijd. Eigenaar die heeft jou dan gekocht en die brengt jou naar de plantage. Op de plantage aangekomen, alle slaven kregen dan een brandmerk. Alle slaven kregen dan een brandmerk. En de plantage van waar Bonnie's moeder kwam, dat was een plantage die verder dan is en die heet plantage Barbacuba. Symbolisch hebben we dan ook dan een brandmerk dan gemaakt. Omdat dit is een stempel, maar dat moet als een brandmerk dan voorstellen. Die ga ik dan even dan zetten, zodat je dan kan zien hoe het allemaal dan was. Niemand hoeft gebrandmerkt te worden, maar als je wilt, kan ik jou dan een stempel geven om het te symboliseren. Is iemand die vrijwillig even dan een... Ja, komt u maar. Wilt u hem daar? Oh. Kijk, ik zet hem daar omdat het werkelijk niet daar kwam, hè. Het was werkelijk of hier of aan deze kant. Maar als je dan verkocht werd om naar een andere plantage dan te gaan, kreeg je dan een kruis op die ene die je al hebt. En dan kreeg je dan een andere. En dat gebeurde gewoon dan met alle slaven. De Bonnie Trail neemt bezoekers mee op een educatieve reis, op een beleving waarbij al lopend wordt afgedwaald naar een tijd van wrede plantage-eigenaren, hevig verstekt en naar een held die niet vergeten mag worden. Op de vernieuwde en interactieve Bonnie Trail zijn er onder meer opnames van audiofragmenten en een nieuwe verhaallijn vanuit Bonnie's moeder toegevoegd om het verleden zintuigelijk en vanuit meerdere perspectieven tot leven te wekken.